Stel, u vecht een onbetaalde factuur aan voor de rechter, of u regelt uw echtscheiding. Zo'n zaken komen voor een burgerlijke rechtbank. Het afgelopen jaar zijn er in zulke zaken opvallend minder uitspraken geweest in Antwerpen. We gaan van 18.000 naar 17.000. Er is natuurlijk een studie gedaan waaruit blijkt hoe dat komt, maar wat ik hoor van mijn collega's en ook eigenlijk van advocaten, is eigenlijk dat het wat duurder wordt om te procederen. Sinds begin dit jaar is de factuur van een advocaat duurder geworden. Er moet dan ook 21% btw betaald worden. En bovendien lopen de kosten op als uw zaak twee keer voor de rechter moet komen. In eerste aanleg en in beroep. Nu kun je nog de tegenslag hebben dat u wint in eerste aanleg en in beroep ongelijk krijgt, ondanks dezelfde argumenten en dezelfde feiten, dat u dan twee keer moet betalen. Twee keer de kosten van een advocaat van de tegenpartij. Terwijl het toch niet aan u fout is dat de eerste rechter zich, volgens het Hof van Beroep, vergist heeft. Mijn voorstel zou zijn dat in die gevallen de overheid, de staat, eigenlijk de kosten betaalt van eerste aanleg. En zo zou iemand toch goed 1200 euro kunnen uitsparen.